En vooral Tier is een 18-jarige spits. Ik kom uit Maassluis. Het is mijn vijfde jaar bij ADO. En ik heb mijn contract vandaag getekend. 5 jaar geleden kwam ik als eerstejaars C-speler in de jeugd terecht. En ben nu eerstejaars A. Ik ben een technische, balvaste spits. Ik heb ook wel aardig wat snelheid. En ik ben wel goed in een 1-tegen-1 actie. Een kleine irritante speler om tegenover te staan. En ik vergelijk me als voorbeeld vaak Kun Agüero. Dat is een mooie speler waar ik mezelf mee wil vergelijken. Dat de club een stukje vertrouwen in me uitspreekt. Dat ik goed bezig was, ben. En hopelijk dat ik dit kan doorzetten. En de verwachtingen waar kan maken. Mijn familie is erg belangrijk. Ze ondersteunen mij veel in het voetbal. Mijn ouders komen vaak kijken. Kan ik veel mee bespreken. En ze zijn wel open daarin. Laten wel mijn eigen keuzes maken, maar ze ondersteunen het wel wat ik kies. Mijn favoriete positie in het veld is spits. Maar ik speel ook wel eens aan de buitenkant en heb ook wel eens als aanvallende middenvelder gespeeld. Een speler waar ik naar opkijk is wel Lex Immers. Een speler die wel al wat redelijk wat heeft meegemaakt. Ik denk dat ik van Lex vooral zijn mentaliteit kan leren en wat hij ervoor doet. Hij is misschien niet de technisch beste speler, maar hij heeft toch wel bij een aardig grote clubs gespeeld. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, ik ben wel iemand die hard ervoor werkt. Ik heb ook wel techniek, maar ik vind het wel belangrijk dat je er ook hard voor werkt. Ik hoop over 3 jaar dat ik een vaste basisspeler ben bij ADO. Dat ik een x-aantal wedstrijden heb gespeeld in de Eredivisie. En dat ik misschien wel een mooie transfer kan maken naar het buitenland. Dat is een soort trots voor mij. Dus, 5 jaar lang in de jeugd spelen. Elke dag het logo op je borst geeft toch wel een stukje vertrouwen. En hopelijk kan ik dat hier in het stadion ook dan inspelen.